Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we wat nieuwe DIY's maken voor het decor in huis. Allereerst heb ik twee van deze IKEA Patrag vazen gehaald. Deze waren 99 cent. Verder heb je nodig montagelijm om ze vast te maken. Deze was 2,18 euro van de Action. Elk ander merk kan natuurlijk ook, maar hè, we gaan gewoon graag naar de Action voor goedkoop. Dan hebben we mijn vertrouwde matte zwarte spuitbus. Maar je kunt natuurlijk ook eventueel voor een andere kleur kiezen, zoals bijvoorbeeld goud. Ik denk dat dat ook heel erg mooi is. En het allereerste wat we gaan doen is deze twee vazen aan elkaar vastlijmen door middel van de montagelijm. Ja, inmiddels iedereen heeft zijn kerstspullen naar buiten of zijn hoed als naar buiten. En ik heb dat sowieso ook. Dus het is tijd om iets nieuws te verzinnen. Hoe en wat ik alles kan gaan versieren. En om te beginnen gaan we in deze video dus twee verschillende dingetjes maken. Om in ieder geval mijn eettafel alvast weer op een budgetproof manier te decoreren. Nadat je de montagelijn erop hebt gedaan, laat je hem even 24 uur drogen. Dat hij goed vast zit. En dan pakken we de spuitbus erbij. Ik doe dit zoals altijd even buiten en omdat mijn kleine plateautje ook zwart is, hoef ik niet op te letten met karton te doen, want hij is toch al zwart. Spuit deze goed, hou rekening mee dat je voldoende afstand houdt met de spuitbus van het glas af om druipers te voorkomen. En kijk eventjes of je binnen één coat eventueel het al geheel helemaal dekkend hebt of eventueel een tweede coat nodig hebt. Ook hierbij hou rekening mee tussendoor voldoende ruimte te houden in tijd dat deze goed op kan drogen. En ja, dat is de eerste eigenlijk al klaar. Gaan we door naar de volgende en daarvoor heb ik deze vaas gehaald bij de Action. En deze vaas was 2,39 euro en hiervan ga ik een soort windlicht maken. Het hoeft niet helemaal secuur, maar om ervoor te zorgen dat het in ieder geval wel zo gelijk mogelijk is, heb ik er even mijn liniaal bij gepakt. En ik doe in totaal 9 centimeter van de bovenkant van de vaas tot de onderkant van de tape opmeten. En zo ga ik helemaal rond. Dat de tape erop zit, kan ik iets gemakkelijker dan weer het papier erop afplakken. Want de bovenkant gaan we gewoon glas laten. En alleen de onderkant van de vaas gaan we spraypainten. Ook hierbij weer hetzelfde concept, gelijke lagen zo min mogelijk om ervoor te zorgen dat je geen druipertjes erop krijgt. En deze keer doen we de onderkant ook van de vaas spuiten en dat is meer voor het effect voor later, dat je zeker weet dat alles mooi zwart is. Nadat dit een goede tijd heeft kunnen drogen, is het tijd om de tape en het papier eraf te halen. Ik merkte hier al snel dat niet overal de tape toch helemaal fantastisch vast heeft gezeten. Maar dat is heel gemakkelijk op te lossen. Ik heb zelf hier bijvoorbeeld stickeroplosser en ik gebruik gewoon een klein wattenstaafje. En daarmee kun je heel gemakkelijk deze kleine druipertjes die onder de tape door zijn gegaan eigenlijk weghalen. En ervoor zorgen dat je weer een hele mooie rechte lijn hebt. De decoratie heb ik deze decosteentjes ook van de Action voor 99 cent. Ik heb maar één pot meegenomen. Eventueel twee potten zou ook kunnen. Maar omdat ik er maar eentje had in het zwart bij de winkel, doe ik het eerst opvullen met wat papier. Om op die manier ervoor te zorgen dat ik toch de lijn kan halen. De steentjes zijn namelijk expres tot dezelfde lijn nauw gevuld als het spuitwerk. Zodat het één groot blok geheel is. Als laatste voeg een theelichtje toe en dan is ook die DIY klaar. Ze hebben nu een hele leuke nieuwe centerpiece op mijn tafel met een grote vaas en een groot windlicht. En natuurlijk niet al te onbelangrijk, budgetproof. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hopelijk vond je die video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, in ieder geval abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!